Heel lang geleden had ik een schuld van 80.000 euro voordat ik überhaupt mijn eerste allereerste serieuze baan had. Is dat misschien ook waarom wij zo vervolgers hebben verloren? Kwam ik er later achter van: ja, maar dit is niet duurzaam. Zo kan ik niet nog 30 jaar doorgaan met werken. Want dan beland dan ik drie keer in een burn-out of ga ik dood. Welkom bij Van Struikelen tot Succes. Wij zijn Sarnia en Jorg, experts in vallen en opstaan. En in deze podcast delen we alles wat ons helpt om te groeien. Altijd met de focus op mindset en bewustzijn. Van de kunst van het ondernemen en het opvoeden zonder gek te worden, tot je relaties versterken, tot rust vinden in de chaos. We delen al onze tips en ervaringen. En we houden niks achter. Ja, en deze keer gaat het over iets wat we allemaal nodig hebben. Vaak heel hard voor werken, maar niet graag over praten. Want dat hoor je niet te doen. Dat is niet chic. We gaan het dus hebben over geld. Ja, geld verdienen is eigenlijk een beetje hetzelfde als seks hebben. Want um, we worden, er wordt van ons verwacht dat we er heel veel over weten. Dat we weten wat we aan het doen zijn. Dat we er zelfs geweldig in zijn. Maar niemand leert hier iets over. Dus het is echt een super interessant onderwerp. En in deze aflevering hebben we het over dat hoe jij denkt en hoe jij je voelt over geld, dat dat ook grotendeels bepaalt hoe je omgaat met je geld. Of je er dus ook veel van hebt of niet. We delen hoe wij in het verleden omgingen met geld. We delen onze domme fouten die we hebben gemaakt. En hoe we er nu tegenaan kijken. Ja, onze hele money mindset, om het zo maar te noemen. Ja, dus laten we heel even beginnen bij uh, struikel, bij deze papernoten ja. die mij de hele tijd aan te kijken. Nou ja, precies. Die dus ik wegzet. De, de struikelmomenten met suiker is voor een andere aflevering. Maar dit is dus de struikelmomenten met geld. Jouw struikelmomenten met geld. Uh, wat, waren, wat was jouw meest recente struikelmoment als het gaat om geld? Oeh, uh, nou uh, even denken hoor. Ja, het eerste waar ik wel aan denk is een beetje zakelijk, maar we worden geacht om heel veel te weten over beleggen. En uh, ik beleg, maar ik ben er echt een, ik doe het echt niet goed. Waar beleg je ik, dan in? Ik kijk nooit waar ik beleg ik in, in de aandelen. <hijnen> ik zit echt zo na te denken. Je weet niet eens welke aandelen je hebt, hè? Maar ik heb je er een beetje <hijnen> oh bij God, geholpen. Heus wel weet ik dit. Nee, maar in EFT's, dat weet ik dan ja, ETS. Dat ETS? We van iets. Oh, oh, sorry. ETF, e e e e e zeg ETS? ik het verkeerd? EFT? E ging ik zelf te twijfelen. Nee, een EFT is zo'n uh, zo poster met zijn hoofd. <laughs> nou, Sorry. Ik weet niet nou, welke kant je nu op gaat. gaat. In ieder geval die kleine, kleine mini stukjes nee, in zo'n boodschappenmandje. Ja, mandjes, mandjes met ja. aandelen, met verschillende aandelen zodat je ja. risico spreidt. Nou, dat daar heb ik er ooit een paar jaar geleden een paar van gekocht. En ik weet, ik krijg de hele tijd van die reminders in mijn inbox van... Hallo, kijk eens even hoe het ermee gaat. En dan denk ik, oh ja, ik moet weer wat geld erin stoppen. Maar ik doe er echt helemaal niks mee. En ik heb al meerdere keren, dan volg ik van die mensen op Instagram die zeggen, je moet dit doen, je moet dit doen. En wij als vrouwen, wij kunnen dit. Maar ik merk gewoon dat ik het heel lastig vind om dit leuk te vinden. Terwijl, hallo, het gaat over makkelijk geld verdienen in principe. Want als je het nu al investeert, dan heb je gewoon over, het, over, over 40 jaar, is het gewoon meer waard geworden. Dus waarom doe ik dit niet? Dat, dat is mijn grootste irritatie aan mezelf. Ja, dan ga je er vanuit. Het is geen garantie, maar hoogstwaarschijnlijk. Maar om, ja. Ja. als je het veilig doet, dus ik ga me daar echt. Nou ja, ik zei het voor 2024, maar ik ga voor 2025 ga ik hier echt een doel ja. van maken. Om met veilig bedoel je risico spreiden. Dus omdat, ja, je, ja, ja. omdat je in een aantal zeer grote bedrijven, maar die in heel veel verschillende branches actief zijn, daarin beleg je, dat is zo'n ETF. En dan uh, uh, is dat is dat risico vrij laag. Want de kans dat al die bedrijven in al die verschillende sectoren kopje ondergaan, is heel klein. Ja, en je hebt ook wel van die bedrijven die dat natuurlijk voor je doen, maar die ja, je kan die, het ook zelf. Dat, Ja, precies. Nou goed, ja, ja. dus dit okay. is één punt. Dus maar... Dit is jouw struikelmoment, dat ga je ja. volgend jaar anders aanpakken. Ja. En ik denk, een struikelmoment voor ons samen is het zakgeld van de kinderen. <laughs> toch? Het zakgeld-experiment. Het is toch een super groot succes? Een heel groot succes, want het idee was dat we. Um, we hadden het ergens gezien, geloof ik, dat je met verschillende ja. potjes kon werken. Ze zeiden van nou, jullie krijgen. Ik noem even een willekeurig bedrag, want volgens mij krijgen ze niet eens vijf euro. Dat is best wel veel. Nee. Uh, maar je krijgt je bij wijze 4 euro van... euro per maand. 4 krijgen. euro. Krijgen en dan heb je drie potjes. Je kan het sparen. Je kan het in een potje... Hier ga ik dingen van kopen. Of je kan het weggeven aan een goed doel. Dat hadden we ergens in. Ja. Dat vond ik heel vet. Ja, en ook iets leuks. Dat was het. Ja, ook dat was leuks om te middelste. Om iets leuks te doen. En, ja, um, dat was het concept. Dat was het concept. Maar zij zijn te jong om het... Gaat het lichter? Ik er... Ze zijn ja. te jong om het echt... Uh, ja, te beseffen. Want alles gaat gewoon in leuke dingen om te doen. En ze kopen er eigenlijk alleen maar troep van. troep van, toch? Nee, dit is echt zo dom. Ja, ik geloof dat je ook eigenlijk pas vanaf zeven jaar ermee kan beginnen. Wij zijn dus met... Ze waren vier en vijf. Ze zijn nu vijf en zes. Maar um, wat we dus merken is... We wilden heel graag dat ze... Want in het buitenland, toen we op vakantie waren, werkte het heel goed. Want dan had je van die, van die muntjes uit Thailand, die bad. En dan gingen we gewoon naar de supermarkt. En dan mochten ze een snoepje uitzoeken. En dan hadden we echt geleerd, nou, als er 2-0 staat zoveel moet je hebben. En dan wisten ze, oh nee, dat kan niet en dat kan wel. En daar werden ze heel bewust van, uh, van wat ze wel en niet konden kopen. Ja, maar ja. nu wilden ze het sparen principe bij uh, ja, helpen. En want voor 4 uitgeven, euro nee. krijg je tegenwoordig niks. En in de intertouch in kun je niks bijna halen nee, voor 4 niks, euro. Dat is echt belachelijk. Nee. Um, maar ook wel weer goed, want dan snappen ze, oh, ik moet dus wel sparen. Ik moet een paar keer wachten voordat ik dat geld kan uitgeven. Maar <laughs> zij pakken gewoon een shortcut. En dan zeg ik, ja, maar je kan ook naar de kruidvat. En dan kopen ja. ze dus allemaal van die plastic... Uh, je kan wel heel goed scoren daar voor weinig geld. Klopt hebben ook leuke dingen zoals Lego en dergelijke, maar ook ja. niet voor 4 euro? Nee, dat zal wel um... gauw 6 of 7, maar echt wel best wel aardige dingen. Alleen het probleem is, dan sta je daar en dan is het 4,50 euro of 4 euro en dan, dan zit ik toch weer 2 euro bij te leggen. En dat hele principe wat we ze wilden meegeven is echt totaal mislukt. Plus Charlie vooral, die wilde de hele tijd maar wat kopen van de zakgeld, wat ik ook wel snap, want ze houdt van shoppen. Maar um... <laughs> nee. Nee, nee we gaan het lukken. nog een keer introduceren ja. als ze iets ouder zijn. Dus dat ja. is een, een, een struikelmoment wat recent is. En als ik kijk naar mijn eigen struikelmoment... Um, is dat heel lang geleden had ik een schuld van 80.000 euro... voordat ik überhaupt mijn eerste allereerste serieus baan had... had ik al 80.000 euro schuld. Dus dat is misschien wel een struikelmoment... wat me nog steeds heel helder is bijgebleven. Dat was verdeeld over 20.000 euro aan creditcards... en 60.000 euro aan Duo, vroeger IB Groep. Want ik was maximaal bijlenen dat was wel echt een dik ja, ja. Ja, misschien moet ik daar straks even wat dieper op ingaan. Want dat had te maken met, ja, met, een, ja, met de mindset rondom geld. Maar is, ik denk wel even, hebben jouw ouders hier dan nooit even iets over gezegd? Wisten ze het? Nee, ze dit? wisten het natuurlijk niet. Nee, hè? Meen je dit? Nee, maar dat is ook wel heel interessant. Maar wel Hoe, van, dat, van dat studiegeld, toch? Nee, of ook niet? dat weten ze ook niet. Meen je nee, dat? Nee, ik was 18 jaar, dus dan kun je dat gewoon allemaal verborgen houden. Um, wat bizar. Maar daar, dat is het interessante, denk ik... Um, waarom ik die schuld had, daar gaan we eigenlijk, daarom is eigenlijk deze hele podcast, nu, deze aflevering, yeah. gaat over geld. Want we denken vaak: ja, als je maar hard genoeg werkt of extra gaat werken en spaart... dan kom je er wel. Uh, en daar zit waarheid in. Maar het blijkt heel vaak dat hoe wij denken over geld, wat onze relatie is met geld is, uh, hoe we zijn opgegroeid en opgevoed rondom geld en de emoties die er ook bij gepaard gaan, dat bepaalt voor een veel groter gedeelte of je heel veel geld hebt of niet. En niet zozeer alleen dat harde werken. En hard werken is belangrijk, maar ja, hoe je omgaat met geld, of je durft te investeren, of je het heel erg angstvallig bij je houdt, omdat je alleen maar aan het sparen bent zonder doel, uh, omdat er een angst onder zit, dat bepaalt voor een veel groter gedeelte dus hoe jij succesvol met geld of niet succesvol met geld omgaat. En daar hebben we eigenlijk ook een heel programma over gemaakt, een paar jaar terug. Mindful uh, Money. Mindful Money, rondom die mindset van geld. Want de afgelopen acht jaar hebben we daar, zijn we daar echt heel vaak mee bezig geweest. We lezen nog steeds heel veel over. Um, en daar gaan we straks ook nog wat over vertellen. Maar we hebben van de meest recente boeken die we lezen. Uh, hebben we hier twee liggen? Ja, dit zijn uh, twee boeken van onze sponsor Cosmos. En wij hebben het geluk dat we altijd heel veel nieuwe boeken krijgen opgestuurd. En dit boek is van een van mijn lievelingsschrijvers, Robin Sharma. Die is ook Sharma. Ik Sharma. zeg altijd Sharma. Sharma. <laughs> Hij is ook van de 5AM Club. Daar heb ik het ook wel eens over gehad, geloof ik, in deze podcast. Um, dit boek heet The Wealth Money Can't Buy: De acht gewoonten om je rijkste leven te leiden. En wat ik leuk vind aan dit boek. Um, ik ga er straks, denk ik, wel een, stu ik een stukje uit voorlezen. om op die acht gewoontes in te, te gaan. Maar wat, ik vind dit zelf dus echt een mega leuke cadeautip. ook. Omdat de feestdagen er natuurlijk aankomen. Want dit boek is een instapmodel. Je hoeft niet heel veel te weten over mindset. Het is natuurlijk wel echt door een mindset auteur geschreven. Hij is echt een teacher en een coach. Maar het zijn allemaal korte hoofdstukjes. van, nou wat zou het zijn twee, drie bladzijden, denk ik. Waar hij enorm veel aan storytelling doet. Dus elk hoofdstuk begint te lezen alsof je een roman leest. En dan werkt hij toe naar een soort van clue of een soort van. Nee, het zijn soms maar twee pagina's, zie ik. Uh, maar dan werkt hij toe naar het moraal of de les. En het gaat over nou ja, hoe je je rijkste. En rijk is dan in de breedste zin van het woord. Maar hoe je je rijkste leven kan leiden. Het las ontzettend makkelijk weg. Dus ja, ik vind dit heel erg leuk. En deze kan je winnen straks. Ja. En dat andere boek ook. Vertel. Dat me, wat lees ook. jij. Ja, want dit is ook een boek: De Psychologie van Geld. Dat is een van de meest recente boeken die ik erover heb gelezen. En dat is. Ja dat gaat eigenlijk in over de dingen die ik net ook zei. Hè? Dat we vaak beslissingen nemen op basis van emoties, op basis van het ego, op basis van marketing. En terwijl we vaak zijn opgevoed met. Nou, op school leer je eerlijk gezegd niet heel veel over geld. Dat kan wel een stukje beter. Maar we hebben in ieder geval leren rekenen. Dat is wel een basis. Hè? Maar hoe je echt goed om moet gaan met geld. Uh, eigenlijk niet op school. In ieder geval nee. niet op de middelbare school. En we denken vaak dat mensen dat doen door middel van Excel-sheets en hele strategieën en dergelijke. Maar er blijkt dus een veel grotere factor mee te spelen. dat is wederom die mindset. Van wat zegt je ego? Wat zeggen je emoties? Hoe ben je opgevoed met geld? En ook heel groot stuk marketing. Wat gebeurt er om je heen in de wereld? Waar geven mensen geld aan uit? En als dat jouw wereld ook is om jou heen, dan ben je ook geneigd daar geld aan uit te geven. En dat heeft ook weer te maken met status en dergelijke. Daar gaat dit boek over, dus de psychologie van geld. Ik vind het echt een heel tof boek. Um, ik ben bijna uit. En dit is ook één boek wat we dus gaan weggeven. Ja. Uh, dus als je uh, deze podcast luistert en je wil één van deze twee boeken hebben, laat het even weten in de comments. Ja, um, en uh, waarom, laat dan even weten waarom jij dit boek zo nodig ja, hebt. Ja. We gaan het er zo verder over hebben, wat we ja. eruit hebben gehaald. Um, en ik denk een van de, de dingen die in dat boek van jou, de Wealth Money Can Buy, naar voren komt, is wat betekent rijk zijn voor jou? Ja. Want we hebben het nu alleen maar over geld, geld, geld. En mensen denken, ja, maar het gaat niet over geld. Geld staat ergens voor, toch? Ja, geld is niet voor mij, kijk. Niet een doel aan zich? Nee, ja, geld is niet het belangrijkste in de wereld. Maar het heeft wel invloed op alles wat belangrijk is voor je. Dus het is wel, ik vind het toch wel heel belangrijk. En ik zeg nog steeds toch wel, want ik heb daar dan nog steeds moeite mee. Ik kom van een overtuiging van geld is niet belangrijk voor mij. En dat heeft mij jarenlang in de weg gezeten. Want als je gelooft dat het niet belangrijk is voor jou, dan ben je er dus ook niet mee bezig. Dan buif je het ook weg als mensen het willen geven. Weet je, dat is. Uh, um, ja, dat, dat. Dus wat betekent rijk zijn voor mij? Ja, um, voor, ja voor mij op dit moment toch wel. Um, Goed kunnen zorgen voor mijn gezin en mezelf en mijn familie trouwens ook. Uh, en goed gezond eten kunnen kopen, weet je wel, dingen kunnen doen, vrije tijd kunnen nemen om, om dan uit te rusten. Dat is toch wel de basis. Ja. Gezondheid is eigenlijk wel de basis. En, dan en pas vrijheid, vrijheid. Hoor ik ook. Ja. ja, ja, ja. Maar dat komt eigenlijk pas daarna. Want ja, ik heb niks aan vrijheid als ik niet gezond ben. Nee. En ik vind zeker met de tijden. We hebben krijgen gelukkig geen recessie, maar alles is wel veel duurder geworden en dan denk ik wel jeetje het is wel iedereen moet echt uh, beter opletten en ik zie het echt als een mega luxe als ik dan gewoon uh, kiwis kan kopen van drie euro weet je wat dat ik wel echt denk oké okay, ze zijn drie euro maar nou, god heel, heel duur, zo duur zijn dus nu die gold kiwis die oh, zijn ja? echt duur dus ik doe dan. Dus ik sta daar dan echt ik heb ze al weken weggelegd toevallig heb ik ze gisteren gekocht en dan stond ik er echt oké okay, ik zie het als een treat als ik uit koffie drinken ben dan bestel ik makkelijk een koekje van drie euro maar in dus nou oké okay, is wel heel overdreven he? een gebakje maar of een taart of, een, taai, of een, hoe noem je dat? een croissant of zo. Maar als ik in de supermarkt sta, ga ik dus niet gezonde kiwis bestellen of bestellen, kopen. Dat vind ik stom. Dus gisteren stond ik echt zo in de supermarkt. Even dat soort van besefmoment: van wat ben ik dankbaar dat ik dit kan kopen. Ja. Maar heel veel andere mensen kunnen dat niet, want het is belachelijk duur voor drie kiwis. Ja, dus toen voel je je enorm du rijk. Ja, ja. ja dus dat is een, dat, je voelt je rijk, hè? Dat, dat is. Dat is waar die Morgan Housel, in, uh, Morgan Housel de psychologie van geld over heeft. Dat is een stukje wat ik even wil pakken. Want dit is het, waar het eigenlijk echt om draait. Hè? Je streeft dat geld na omdat het een bepaald gevoel is. En uh, hij zegt in het boek, de hoogste vorm van vermogen is elke morgen wakker worden... en kunnen zeggen, ik kan vandaag doen wat ik wil. Dus je kan die kiwis kopen. Dat is, dat is de hoogste vorm van vermogen. Dus mensen willen rijker worden om gelukkiger te worden. Is, veel mensen streven wel een bedrag na... Uh, maar sommige staan zich volledig blind op dat bedrag. Maar dat geldbedrag vertegenwoordigt iets. Je kan er iets mee. Het, het biedt je vrijheid, het biedt je tijd, het biedt je de luxe om goed voor je lichaam te zorgen. En uh, geluk is nogal een lastig onderwerp, omdat het voor iedereen anders is. Uh, maar als geluk één gemeenschappelijke noemer kent, een universele factor van plezier, dan is het dat mensen controle willen hebben over hun leven. En dat is wat geld biedt. Geld is een instrument. Ja. Weet je, we hebben nu heel vaak al geld gezegd, maar het is heel interessant. want... Ik vond het vroeger heel moeilijk om over geld te praten. En dat vinden we in Nederland ook al vrij snel. Geld is, hè, daar heb je het niet over. Terwijl het eigenlijk hartstikke belangrijk is, wederom, we zijn er de hele dag voor aan het werk. Maar het erover hebben, dat, dat doen we liever niet. En dat vind ik zo interessant. Want dan is weer die psychologie achter geld. En ook die schaamte we... die erop zit dat je het wil hebben. en dat je dus materialistisch zou zijn. Dat zit er wel heel erg achter. Ja, terwijl, ja. kijk, als je veel geld hebt, dan kun je veel meer doen. De geld in hetzelfde is niet slecht. Het gaat erom wat je ermee doet. En sommige mensen besluiten het alleen maar aan zichzelf te spenderen. En andere mensen besluiten het ook aan zichzelf te spenderen. Want ik denk dat het belangrijk is ook om goed voor jezelf te zorgen. Alleen als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook voor anderen zorgen. Maar dan is het heel interessant. Wat ga je nog meer met dat geld doen? Want ja. je kan al vrij snel goed voor jezelf zorgen. Dus, dus als je dan geld over hebt, wat ga je ermee doen? Ja, plus. En hoe meer geld je hebt, dus hoe meer je aan goede doelen kan geven, hoe meer je de mensen om je heen blij kan maken en kan helpen als ze het nodig hebben. Dat is wat ik in de afgelopen jaren veel meer op gefocust ben... in plaats van mooie spullen kopen. Ja, als je de wereld echt wil verbeteren... zou je juist uh, heel veel wereldverbeteraars... die zijn echt vies van geld. Hè? Ook in de spirituele scene, er wordt niet, uh, daar praat je niet over geld. Maar als je echt spiritueel bent en echt iets wil betekenen voor de wereld... zou je juist heel veel geld uh, moeten willen verdienen. Want dan kan je pas echt enorme stappen zetten, zou je kunnen zeggen. Ja, ik moet denken aan zo'n quote. Je kan arme mensen niet helpen om ze door zelf arm te zijn. Oh ja. ja. Dus als je arme mensen wil helpen, dan moet je rijk zijn. Dan kun je heel veel arme mensen helpen. Je kan ze ook op een andere manier helpen, natuurlijk. Maar natuurlijk, het helpt wel. Kijk, dergen, je moet dan maar... zelf sowieso eerst al je schaapjes op het droog hebben en tijd. De, nou, ik de ik manschappen weet niet of je je schaapjes te op het droog moet hebben. Ik bedoel, wij zijn ondernemer. Wij moeten allebei ons pensioen nog regelen. We hebben niks. Uh, of nou niks. Nee, maar ik bedoel. we zijn er Nee, maar goed. Als ik om mijn, stop... als als mijn 70 stop met werken en ik leef tot mijn honderdste, heb ik 30 jaar te overbruggen. En um, daarom zijn we nu daar toch heel hard voor aan het werken. Juist, om, dat om heb ik zelf te regelen. Te want ik ben ondernemer. Ik heb ook geen vangnet als ik ziek word. Daar heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor. Betaal ik een behoorlijke premie per maand voor. Dat regelt normaal je werkgever. En uh, nu moet je het zelf regelen. Dat is, dat is, ja, dat is ja. ook belangrijk. Nou, weet je, ik, uh, onze maatschappij is heel erg gericht op meer geld willen. Hè? Dus uh, je wil zelf meer geld. En je gaat je ook vergelijken met de mensen om je heen die meer geld willen. Het is heel erg normaal. Om je daar het mee te vergelijken. Maar vaak denk je: oké, okay, maar wat doe je dan met dat geld? En dan ga je, wil je daar, uh, je wil leuke dingen doen met je gezin. Je wil vooral vrije tijd hebben met je gezin. of met je, met je vriend of je vriendin. En dan denk ik: ja, maar dan is het toch ook heel mooi. En die keuze heb ik een paar jaar geleden echt heel bewust gemaakt. Ik kan meer geld verdienen, want er is meer potentie voor mijn bedrijf. Alleen ik kies ervoor om dat niet te doen, want um, ik koop daar niet meer tijd mee. Terwijl als ik gewoon zeg... nee, ik doe al die, die paar opdrachten niet... dan heb ik minder geld, maar heb ik meer vrije tijd. Ja. En maar dat ik is wel een dat, shift, toch? Dat is wel een dat verandering. Dat is wel een mega shift. En nog trap ik... omdat ik van die freelancer mindset kom... trap ik er nog steeds in... dat er weer een of andere klus langskomt. Hè? Want ik ben, heb nog steeds... van die freelance-achtige opdrachten. Dan denk ik, oh ja, wel lekker... En dan, oh nee, oh nee, wat denk oh nee. je dan? Wel lekker van, van ja, ik heb dat nodig, wel lekker... het is handig om die buffer te vergroten. Ja, dan denk ik, ja, ik ja, kan het wel doen, kan het niet doen, heb ik het toch weer lekker even erbij. Dan denk ik ook altijd, oh, het is maar een paar uur werk en het is altijd twee, drie dagen werk, weet je wel. Dat vind ik ook zo grappig. Ik maak het altijd makkelijker. Ja, maar makkelijker. dit komt wel, wel vanuit een mindset. Uh, daar ben ik wel benieuwd naar, want dat is wat er in dat boek ook staat, van iedereen heeft een unieke kijk op geld. En nou, Dat zeiden we net ook al, afhankelijk van je opvoeding en je persoonlijke ervaring. Maar wat zorgt er dan voor dat je denkt, oh, lekker, daar heb ik het wel bij, want het is niet... Ik ken jou niet als iemand die denkt, oh lekker, en dan ga ik het uitgeven. Nee, ik geef het dan je niet uit. Je doet dat nee. vanuit een bepaalde mindset. Ja, we zijn nu natuurlijk de tuin aan het verbouwen. Dat kost altijd veel meer dan je wil. Dus dan denk ik, ja, dat is toch handig om wat extra's te hebben. Of is uh, dit van vroeger uit? Van toen je nog actrice was en drie keer niks verdiende. Dat je denkt, oké, okay, elke klus moet ik aanpakken. Ik denk wel dat daar de basis van mijn overtuiging ligt. En uh, nu denk ik wel van, oké, okay, weet je wel, het geld vliegt eruit... Dus dan ja denk ik. En bijvoorbeeld ook met de kinderkleren, als je ziet wat het allemaal kost. Uh, het is gewoon duur om te leven. <laughs> dan denk ik, ja. Maar alsnog kan ik dan zeggen: nee, dit doe ik niet. Dus ik kijk, ik weeg heel erg mijn tijd af tegenover. Um, als het niet veel tijd, echt niet veel tijd, dus dan moet ik heel kritisch dan op kijken, dan uh, zeg ik soms nog wel, ja tegen kleine dingetjes die niet super meaningvol zijn. Ik heb dus ook in ons research over geld heb ik gezien dat het heel erg uh, bepalend is hoe jij je voelt over geld. Heeft alles te maken met naast wie je woont en wie je vrienden zijn. Dit is een onderzoek uit uh, Journal of Public Economics en daaruit blijkt dat onze tevredenheid met ons inkomen dus heel erg wordt beïnvloed door vergelijkingen met de mensen om ons heen. Zelfs met een goed salaris kunnen we ons minder gelukkig voelen als we denken dat anderen het beter hebben. En dit is een heel krachtig inzicht in de menselijke psychologie, want het is niet alleen wat we hebben, maar ook heel erg hoe dit zich verhoudt tot wat we om ons heen zien. Enter social media. <laughs> Instagram. Ja, en dan heb je het dus weer over de maatschappij. En over. Hè? Ja. Ze hadden ook een keer zo'n onderzoek gedaan van mensen in de straat. Van nou, je krijgt 100.000 euro. Uh, krijg je erbij? Hè? Van zou je daar blij mee zijn? Ja, zou ik blij mee zijn. Oké. Okay, maar wat nou als al je buren 150.000 euro zouden krijgen? Zou je dan. Uh, hmm. uh, weet je. Of... Dan zouden ze ongelukkig. Dan zouden ja. ze niet eerlijk vinden en ongelukkig zijn. Ja. Dat is toch bizar? Ja, maar dat, dat... is. Ja. Het, het doet me denken aan een. Um... Aan een, een Russisch gezegde, ik las een boek over Rusland. En toen stond daar een quote in: van... Hé, als je wil weten hoe de gemiddelde Rus denkt, dan moet je denken aan dit verhaaltje. Dat er dan uh, zo'n boer op een platteland, die vindt een of andere vaas en dan. Hé, dus die alle in de vaas, maar dan de Russische versie. En dan komt die geest eruit en zegt: Je mag een wens doen, um, alleen wat je ook wenst, je buurman krijgt twee keer zoveel. Ja, en toen zei hij, nou steek dan maar een oog uit. Ja precies, dan wil ik niks, en heb <laughs> dan heb ik niks te wensen. Nee, oh. Niet, oh. niks te wensen. Oh. Steek dan maar één oog bij mij eruit. Want dan heeft de buurman helemaal oh. geen ogen meer. Oh. ja. Maar dat is, dat, ik dat moest is... er heel hard op om lachen. Maar uh, dat komt ook omdat de Russen hebben natuurlijk heel lang... in een communistische uh, samenleving gezeten... waarbij gewoon iedereen zogenaamd gelijk is. Maar dat, ja, dat idee kan ergens nog mooi zijn van communisme, maar dat ja, dat dat werd toch dat in de praktijk werkte dat toch niet zo goed. Nee. Uh, want uiteindelijk had niemand iets, um, maar iedereen was gelijk, dus niemand had iets. En en daar werd dat ook heel erg in aangewakkerd, weet je wel? Van als één iemand dan toch een brood meer had, ja, dan ontstond en dat is, het, maar dat maakt dus niet uit of het nou een brood is of een Porsche. Hè, dat als als jij een Porsche hebt, maar de rest van de straat heeft Lamborghinis, dan voel je je dus slechter. En dat is dus de menselijke psyche. Daar kun je dus heel weinig aan doen, maar dat gebeurt dus onbewust en dat wordt Aangewakkerd door eerst je sociale cirkel, zeg je dus hè, uit het onderzoek. Mm -hmm, dat ja. zijn je vrienden, je familie en hoe het in je. Maar dat is dus ook heel erg door Instagram. Ja, en ook je buren, want die zie je elke dag. Ja, maar nog groter ja. door Instagram. Want je ja. buren zie je elke dag, maar je volgt ook mensen op Instagram met wie je je ook vergelijkt. En ja. dat is gewoon. Ja, dat is. Dat is ik denk dat. Het einde van je geluk is als je gaat vergelijken. Is dat misschien ook waarom wij toen we dit in dit huis gingen wonen, zoveel volgers hebben verloren? Want die vonden ons niet meer leuk, want we hadden ineens een mooier huis. Er zijn de mensen van ja, ik heb jullie vanaf het begin af aan gevolgd, maar jullie komen op nu een niveau dat ja, ik kan me niet meer met jullie identif identificeren, dus het is niet meer interessant voor mij. Ja. Dan denk, ik, oh ja, ik snap dat het. Dat heeft daar waarschijnlijk wel iets mee te maken. Dat, ja, snap je, het, het, dat maar... je wordt getriggerd van, ah shit, ik ben daar nog niet. En dan heb je weer dat vergelijkings. Drang van ik wil even goed zijn als uh, de mensen ja. die, waar, waar ik mee op ga. Ja, maar het is ook wel een valkuil, want juist we hebben laten zien waar we vandaan komen. Hè, dus, dus, dus heel veel mensen denken van: we kregen laatst nog iets van: jij hebt zoveel vinkjes. En dan gingen we kijken: die vink, vinkjes oh, van ja. Joris Luijendijk. En nou je ja, ouders die zijn niet verder naar de middelbare school gekomen. En iedereen denkt dan gelijk dat jij een universitaire studie hebt gedaan, dat je ouders dat hebben gedaan. En zoveel Tof, vinkjes had je dat niet. Zo en zoveel vinkjes heb ik ook niet, want ik nee. heb net aan de MAVO kunnen doen. En eigenlijk haalde ik deal niet, mocht ik deal niet doen. En begon ik met 80.000 euro schuld aan mijn eerste baan. Dus wat wij hoopten te laten zien door middel van die vlog... is ook van, hé, hey, als je ons vanaf het begin volgt... weet je waar we vandaan zijn gekomen. En dat we ook geluk hebben gehad, dat we hard hebben gewerkt... en dat we ook onze mindset enorm hebben veranderd... waardoor ja. dit dus mogelijk is. Dat hoop je ook te laten zien. En sommige mensen pakten dat wel op. Van, wow, wauw, het inspirerend. Is ik volg je vanaf het begin. En andere mensen zeiden, ja, uh, dit, gaat te, ja dit, dit is te ver weg voor mij. En uh, ja, misschien komt dan jaloezie... of die onbewuste vergelijking om de hoek kijken, ja. Ik denk dat het heel menselijk is. Maar ja, het mooiste is dus... dat is waar we ook hier een programma over hebben gemaakt. En dat is wat die Morgan Housel wederom weer zegt in het boek. De basis hiervan ligt dus in... Hè, hoe de basis hoe jij vandaag de dag met geld omgaat... hoe je er naar kijkt en of je er veel van hebt of niet... dat ligt heel erg aan hoe je ermee bent opgegroeid. Want we zijn allemaal... Opgegroeid, ja. Ja, we zijn allemaal ja. opgegroeid in een gezin. Als het goed is. Uh, waarbij onze ouders, of onze verzorgers, het hadden over geld. En in hoeverre ze het er überhaupt erover hadden, mondeling... En in hoeverre die emoties er zijn... En of je die ook echt hebt gevoeld. Want het kon wel zijn dat de emoties er dus waren... tussen je ouders, hè, rondom geld. Dus het is één, werd er over gesproken ja of nee? En twee, werd er, um, lieten ze hun emoties eruit blijken of niet? Want sommige mensen zijn... Wij, we noemen dat in het programma de klaslokalen. In welk klaslokaal ben je opgegroeid... En sommige kinderen zijn opgegroeid in een klaslokaal waar er nooit werd gepraat over geld en er ook nooit emoties waren over geld. Of dus, heel rustige emoties. Ja, of heel rustig, dat kan ook. Maar ja. die hebben dus ook, uh, dat lijkt dan heel voordelig, in principe. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat ze ook daardoor niet iets hebben meegekregen van, van over geld. Ja, dus, dus uh, dat is inderdaad interessant. Want als je er zo naar kijkt, kun je ongeveer vier klaslokalen onderscheiden waar je ongeveer uit bent gekomen. Iedereen ja. heeft wel een van die klaslokalen waar die grotendeels in is opgevoed. En, uh, en het beste klaslokaal lijkt het klaslokaal te zijn waar er altijd geld was, maar niet over werd gesproken. Hè? En dat de emoties rustig zijn. Er was in ieder geval geen stress en paniek en ruzie over geld. Maar dat betekent niet per se dat jij daardoor goed met geld om kan gaan. Nee. Want uh, het je kan wel best zijn dat bezig. je juist helemaal niet goed met geld om kan gaan. Want toen je in een keer voor het eerst op kamers ging uh, wonen, dacht je in één keer: oh, wacht even, alles kost hier geld. geld. En, <laughs> ja, precies. En hoe moet ik dat allemaal fixen? Ja. Dus dat is, dat, daar begint het. En dat, is, dat, is, dat vind ik echt zo interessant, omdat. Ik altijd dacht van, ja, je moet gewoon hard werken en sparen en dan komt het goed. Ja. Nou, dat is al heel duidelijk dat dat in deze samenleving en met deze economie niet goed komt. Want een huis kopen is gewoon onmogelijk voor heel veel mensen. Dus als het niet aan het harde werken ligt, waar, waar, hoe kun je dan nog meer je voordeel eruit halen? Dat je toch uh, kansen durft te pakken en dat je, dat je op een andere manier naar het geld kijkt. Sommige mensen houden ook echt angstvallig vast en proberen alles op te potten. Terwijl geld eigenlijk moet circuleren, het moet stromen. Ja, het is energie. Zoals jij dat altijd zegt. Het ja, is geld, geld is energie. Het is echt energie en als je dat voor mij heeft, dat zo'n enorm verschil gemaakt toen ik dat principe ging begrijpen. Want hoe, hoe werd jij ochtends of ochtends? Hoe werd jij vroeger? Uh, zeg maar, waar opgevoed. kom je vandaan qua geld? Hoe ging Of dat ik bij jou in jou thuis? een open of op gesloten klaslokaal ben opgevoed. Bedoel je? Nou, bij mij thuis, um, wij, ik dacht dat er dus altijd geld was. Um, er werd eigenlijk niet over gesproken dat het er wel of niet was. Um, en de emoties waren vrij rustig. Maar achteraf, dat vind ik wel grappig, heb ik gehoord dat er heel vaak, ook hele, er was, vaak was er weinig geld. En soms was er wel, later toen mijn vader succesvoller werd met zijn bedrijven... was er wel veel meer geld. Maar in, onze, in de, zeg maar mijn vroege jeugd gingen we helemaal niet op vakantie... of we gingen gewoon met de boot mee met mijn opa en oma. Maar ik heb nooit, en dat vind ik echt knap van Maud... ik heb nooit het gevoel gehad dat er te weinig geld was. Dus dat hielden ze goed verborgen, zou je kunnen zeggen. Mm. Dus er waren nooit geldzorgen, voor zover ik kan zeggen. Ik weet wel dat... Uh, in de, in de restaurants, want we, we gingen later gingen wel eens uit eten of mee uit eten. We bestelden nooit de dure dingen op de kaart, dus dat werd altijd wel gezegd. Of ja, ik weet niet, werd niet zo gezegd: je mag dat niet bestellen, maar dat, dat deden mijn ouders gewoon niet. Dus deden wij dat ook niet. En pas toen ik met jou ging, Jorg, toen zag ik jou altijd het duurste bestellen van de kaart. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment echt zei: van weet je wel, ook als je te gast bent. Um, nou, ik weet niet of jij dat. Nou, deed, als we het hadden. Even... Maar jij bestelt wel, ook als we de rekening gingen splitten. dan bestel jij heel snel het duurste echt. Gewoon, weet ik veel, uh, kreeft of zo. Maar echt. Huh? Nou, ja, dat heb je. En dat was zo. Dames en heren, ging dit zo. Is echt... Nou, okay, zo... Het het echt never. We elke keer kreeft. Het Maar nu Het echt ook alsof elke keer wij uit eten gaan. ik kreeft een champagne bestel. Uh, nee, okay, sorry. Je legt het heel verkeerd uit. Nou, oké. Okay. Maar jij bestelt wel. Ik kies wel wat ik lekker vind. Liefste... En wat zijn toevallig uh, lekkere dingen. Ja, ik, Dure dingen. We eten thuis ja. geen vlees. En als ik dan uit eten ga. Nou, dus nu ik, ik snap het, je hoef je niet te veranderen. Ja, ik wil het even rechtzetten voor thuis. Het, het, het klinkt heel gek, maar ik snap wat je nee, bedoelt. Nee, maar weet je wat ik wil zeggen? Dus? dus dat ging helemaal tegen mijn principes in. En daardoor, omdat ik met die mindset, maar die mindset later ben bezig gegaan, besefte ik, oh, ik zie dat dit is ook mijn opvoeding is. Dus daarin merkte ik het wel. En ik merkte het ook, bijvoorbeeld, ik had vriendjes en vriendinnetjes... en die benoemden altijd heel erg de bedragen bij alles. En dan zei ik, oh, wat heb je, een leuke tas. Ja, die was maar 5 euro. Of 5 gulden, denk ik. Dat is heel Nederlands Heel dan... Nederlands. Of, of het was 20 euro. Er werden hele bedragen geroepen. En ik weet wel dat uh, mijn moeder dan echt zei van nee, dat is niet netjes uh, om daar de hele tijd over geld te praten. Die bedragen doen er niet toe. Mm. Maar, maar, de, maar dus daar in jouw jeugd zijn eigenlijk geen beperkende overtuigingen. Als je het hebt over je mindset, hoe je denkt over geld, dan heb je het eigenlijk over overtuigingen. Hè? Ja. Een soort waarheid voor jou. Ja. En die overtuigingen kunnen je helpen, maar ze kunnen je ook in de weg zitten. Dan noemen we het een beperkende overtuiging. Ja. En heb jij in die tijd al beperkende overtuiging opgepakt nee, of over geld ik niet. of later? pas? Nee, ik ben wel extreem dat ik altijd heel onafhankelijk wilde zijn, dus ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt, maar ik wilde altijd alles zelf betalen. Um, dus, uh, dus dat ben ik ook vrij snel wel gaan doen, hoewel mijn ouders ja, hebben me ook nog wel hier en daar geholpen. Maar het begon het, de verkeerde kant op te gaan toen ik dus ging acteren. En dat verhaal heb ik wel eens eerder verteld, weet je. Dan heb je gewoon je leeft in een wereld waar gewoon weinig geld is, waar niemand geld heeft en waar je ook leert. Dit is een karig bestaan in die zin. Dus daar is het wel begonnen: dat mijn money mindset was. Oké, okay, ik ga in mijn leven weinig geld verdienen. En ik ben een freelancer. Vroeger was het niet zo, je bent ondernemer. Maar het was gewoon, je bent een freelancer. Als je zwanger wordt, krijg je geen geld. Dat heb ik mijn hele jong volwassen leven gedacht. Pas veel later kwam ik erachter. Dat was echt, toen heb ik echt een gat in de lucht staan springen: dat je een verzekering krijgt als je zwanger bent, als zelfstandig. Okay. Een uitkering. Ja, oh sorry, een uitkering. Dank je wel. Maar ik dacht als ik niet kan werken als ik kind krijg of ziek ben whatever, ik moet dat allemaal gaan oppotten. Dus ik ben een enorme spaarder geworden. En ik gaf dus allemaal alles zet ik opzij. Dus ik gaf Maar dit is normaal voor een ondernemer, maar ik denk op dat het zich, extra... maar Ik gaf geen ik uh, deed heel slecht eten kopen. Ik kocht nooit kleren. Dat was mijn ouders vonden dat ook super irritant op een gegeven moment. Maar dat, dat is toch extra door de industrie waar je in zat? Ja, zeker. Het acteren, dat is toch gewoon uh, wat Die werd industrie. daarover gezegd? Nou ja, wat ik net zeg: van, uh, de, word, uh, je hoeft niet te verwachten dat je hier veel geld in nee, gaat. Je verdienen. doet en het voor de kunst. Zeg dit maar. is de kunst en je doet het voor de kunst. Um, dus je bent al dankbaar als je werk hebt. En daarnaast uh, is het ook: we zijn niet materialistisch, want we zijn kunstenaars. Dus geld is niet belangrijk. Dat voor gaat mij. niet samen. Ja, en daarin, toen ik dus me ging verdiepen in money mindset, toen ontdekte ik dat. Als je geld kan zien als energie, hè, vanuit de wet van aantrekking, het is energie. En jij kan met jouw trillingsfrequentie, wat jij uitzendt, dat, dat trek je ook weer aan. Hè? Dus dingen die ook op diezelfde frequentie zitten, trek je ook weer aan. Even heel kort door de bocht. Um, dus uh, als je denkt aan geld is energie, dan wil dat dan bij jou zijn. Dan tril jij dus op de frequentie van geld of van de frequentie van overvloed, dan, dan wil geld, dan komt geld naar jou toe. Maar als je het afstoot, dus denk nee, ik hoef geen geld, want geld is niet belangrijk, dan stoot je het af. En een ander goed voorbeeld daarvan van is altijd dat je geld kan zien als iets waar je verkeering mee hebt. Stel je voor geld is, een, is je liefje, en jij denkt de hele dag: ik hoef je niet te zien, ga weg bij me, ik wil je niet, je bent niet belangrijk. Is dan als, als je zo, hè, als je die vibe uitzendt, is dan geld als dat je relatie, ze zijn iets wat bij jou wil komen? Nee, natuurlijk nee. niet. Ik denk alleen voor de mensen inzicht, die luisteren, dat, het, dat, het, dat, dat iedereen denkt, ja, maar zo denk ik niet. Ik wil juist heel veel geld. Alleen, wat jij volgens mij zegt, is dat er een nuance in zit. Dat, dat de energie die erachter zit, is nog steeds eentje vanuit tekort. Ik wil ja. heel veel geld, maar ik heb het niet. Daarom ja. wil ik heel veel geld. Dus, wat dus je bent je gefocust uit, op tekort. Tekort. Ja. Je zendt uit, ik heb het niet, want ik, ik heb het nodig. Ik wil, willen is nodig hebben. Is, en dat betekent willen is niet hebben. Snap je? Ja. Willen is niet hebben. En als je niet hebt, wat zend je dan uit? Dat je niet hebt. Ja, maar dus dus hoe moet je dan? dat veranderen dan? Want we willen allemaal meer geld. Hoe je dat verandert is door in de frequentie van overvloed te stappen. En hoe doe je dat? Door te kijken wat in mijn leven laat mij zien dat ik rijk ben. En dat kan zijn dat je een uurtje vrij bent of dat je een middag vrij bent. Al het geld wat je nu hebt om te besteden, om eten te kopen, om kleren te kopen, om je huis, de huur of de hypotheek van je huis te betalen, dat is allemaal geld wat je wel hebt. Dus daar dankbaar voor zijn, dat echt, echt diep beseffen. Dat maakt dat jij in de frequentie van dankbaarheid, liefde, dankbaarheid is liefde, hè, want je bent dankbaar voor iets waar je van houdt. En liefde is de allerhoogste frequentie. Dus als je de, vanuit de hoogste frequentie, de meest aantrekkelijke frequentie wilt zijn. Ik zie erg kijken van, oké, okay, I lost you there, maar ik ga nog even door. Dat is dus dankbaarheid. Dan trek je daar meer van naar je toe. Dus je wil gewoon zo vaak mogelijk die, die overvloedsfrequentie uitzenden. En natuurlijk, even side note, kan je niet de hele dag dat denken, maar je wil wel het merendeel van je dag in die overvloedsfrequentie zitten of in ieder geval neutraal zijn, maar niet de andere kant op, in het negatieve, in het niet hebben. Ja, en waarom? In het is, afstoten dus. Waarom is dit nou zo belangrijk? Want als je kijkt naar het programma, hebben we gemaakt, gaat het niet, dit is niet. Kijk, waar je in het programma begint is hoe ben ik opgevoed met geld? Wat voor overtuiging heb ik over geld? En die ga je veranderen. Want ja. jouw overtuiging, hoe jij denkt en voelt bij geld, dat bepaalt je gedrag. En daar gaat dit eigenlijk ook over. Nou, dit gaat erop verder, want de basis is dus inderdaad je overtuiging. Dus dat ik erachter kwam, geld is niet belangrijk dat maakt dat ik het afstoot. Ja, want je wuift ja. het weg. Alles oh, is niet ja. belangrijk. Ja. Zoals mensen ook bijvoorbeeld als ze getrakteerd worden op iets of dat iemand voor ze wil betalen, dat ze dat nooit kunnen ontvangen. Zoals ze een compliment nooit kunnen ontvangen. Van ah, nee joh. Weet nee, nee, zo, ah, nee, doe ja. nou niet. Dat ja. deed mijn moeder trouwens wel ja, altijd. De, terugduwen <laughs> ja. van geld. Terwijl, nee, nee, hoeft niet, hoeft niet. Ja, ja. Terwijl je dan ja. eigenlijk ja. altijd het weer, terwijl je ook moet kunnen ontvangen. Um, en dat is dus een bepaalde energie, zeg jij, die hè, dus naast hoe denk ik over geld? Want dat bepaalt hoe ik doe met geld, komt er nog een laag bovenop, en dat is ook waar we in het programma. Het tweede gedeelte van het programma, mindful money over hebben, is de, de energie. energie die achter geld zit. Want alles is energie, uh, mensen voelen energie. En um, ja, de, dat die energie positief is, en dat je dus niet alleen maar denkt vanuit tekort, want dan zit er een soort van frustratie achter en proberen te controleren achter. En dat werkt niet. Nee, het uh, is zeg maar, geld moet echt stromen. Dus het. Uh, mag bij jou komen en het mag ook weer bij jou weggaan. Dus ook dankbaarder zijn voor het geld wat bij je weggaat. Dat helpt je ook om in die overvloedsfrequentie te blijven. Ja. Dus als je geld uitgeeft, dat je kan visualiseren, ik geef het uit aan de belasting en ik ben heel dankbaar dat we belasting hebben, want daardoor zijn de perkjes in mijn straat zo leuk aangeharkt en daardoor hebben we wegen waar geen gaten ja. in zitten. En dan kan ik dankbaar zijn daarvoor, snap je? Ja. En andersom, het uh, werken aan je mindset kan ook um, heel erg werken aan dat stuk schaamte en schuld van het ontvangen. Want het ontvangen van geld is voor heel veel mensen moeilijk. En ook dat, als je dus in een verkramping zit, ik kan het niet ontvangen, ik voel me daar niet prettig bij, dan ben je dus ook aan het afstoten. Ja, even een praktisch, dat wil je voorbeeld, hele... een praktisch voorbeeld van mensen die nu luisteren. Ik, ja, waar gaat dit over? Het gaat allemaal over... Energie en, uh, wordt een beetje wollig. Nee, ze kunnen maar, prima volgen, Jorg. Een, een toevoeging hierop... om uit te leggen hoe dit dan praktisch werkt... dat als je geld afstoot... als je het ongemakkelijk vindt om het over geld te hebben... als je het, als je het terugduwt... Als je, hè, gewoon om, misschien wel ook omdat je bent opgegroeid in een gezin... waar er altijd ruzie was over geld... waar het altijd geld eigenlijk betekende... dat het altijd maar gezeik was. Geld ja. is gezeik. Dat kan een overtuiging onbewust zijn in je systeem. En dan duw je het altijd maar weg. Dan zeg je geld is niet belangrijk. Maar je hebt geld wel nodig om een huur te kunnen betalen, om misschien wel ooit een huis te willen kopen. En als je dan in ergens werkt en je moet gaan onderhandelen over je salaris... hoe denk je dan, met welke energie denk je dan dat je daar gaat zitten? Dan ga je nooit een goed salaris uit kunnen krijgen... als je het niet eens erover durft te hebben. En dat is iets wat die Amerikanen heel goed kunnen... waar wij dan van vinden, en ik persoonlijk ook... dat die Amerikanen, hè, die kloppen zichzelf snel op de borst en die gaan... Hè, die, heb, die hebben met veel bravoure het al over. Het is een beetje ver weg van ons, hoe wij het graag doen. Maar zij durven wel te zeggen welke doelen ze nastreven... en ook met geldbedragen erbij... Maar als jij het ja. niet eens je mond uit kan krijgen, hoe kun je dan een gesprek ingaan, een beoordelingsgesprek, en met de hoop dat je een salaris. Dan, dan hoop je gewoon dat je het krijgt. en als je het niet krijgt, dan accepteer je dat. Terwijl je eigenlijk wil zeggen: hé, hey, luister, het werk wat ik het afgelopen jaar heb geleverd. heeft een bepaalde waarde. Als ik zie wat ik nu verdien, vind ik eigenlijk dat ik hier zou moeten staan. en ik kan dat onderbouwen. en dit is het bedrag wat ik wil hebben. Dat kun je nooit uit je mond krijgen als jouw nee. mindset niet klopt. En dat is dus eigenlijk wat jij nu ook zegt. Het is een stukje, hoe ben je opgegroeid met geld? Wat is mijn emotie? Wat is mijn relatie? Hoe denk ik erover? Mag ik het verdienen? En de energie die erachter zit. Want die energie moet ook goed zijn als je in zo'n gesprek zit. Ja. En dat is eigenlijk waar, nou goed, we kunnen over dit programma heel lang praten. Maar het is eigenlijk ook waarom we hebben besloten toen we deze aflevering deden. Dat voor iedereen die luistert, hebben we een speciale link in de ja, omschrijving. Voor als je nu, want we dachten, ja als we het toch over gaan hebben, dan moeten we het... Moeten we het wel eventjes ja, aan kunnen bieden. Want het heeft al je die tijd uh, dichtgestaan. Maar ja. Mind for Money staat nu voor speciaal voor deze podcast twee weken open. Ja. Dus je kan twee weken kun je, je aanmelden met een hele dikke korting. Dus klik even op de link in de beschrijving als je er meer over wil weten. Uh, deze podcast komt donderdag 23. Nee, 24 oktober uit. En dan twee weken lang. Nee, er is geen kortingscode nodig. We hebben een specifieke pagina gemaakt die in deze. Uh, podcast staat gelinkt. Ja. Dus als je meer wil weten over mindful money, je mindset rondom geld verbeteren, we gaan zo straks ook nog even een tipje over geven. Maar kijk dan ook even naar het programma. Hey, en jij zegt net iets heel erg tussen neus en lippen door, maar wat heel belangrijk is, en misschien wel de allergrootste basis van dit alles: geloof je dat je het waard bent om meer geld te verdienen? Ja. Want dit is waar het over gaat, werken aan je money mindset. Geloven dat jij het echt... Want sommige dus mensen vinden dat moeilijk. Dat ze denken van, nou, tot, ik zelf dacht altijd... ja, tot op zekere hoogte geloof ik wel dat, dat het kan. Maar dan, nee, dan moet je wel echt veel slimmer zijn dan ik. Dan komen al ja. die beperkende overtuigingsstemmetjes naar boven. Maar jezelf... En het is bij mij misschien nog steeds een ongoing... Uh, ding. Maar ja, bij mij is er wel de laatste paar maanden ook weer zoiets geschift dat ik echt denk, ja, ik mag het, ik verdien het echt. En ik heb zoveel fantastische doelen die ik hierna niet voor mezelf, maar voor anderen ga bewerkstelligen die er gewoon gaan komen. En dat kan ik alleen maar doen als ik meer geld ga verdienen. Juist. Ja. Kijk, het wordt ook minder ranzig als je zegt, ja, ik wil heel veel geld verdienen, want ik ga het investeren in mooiere producten maken, in meer mensen helpen direct om mij heen, maar ook gewoon door. Een betere apparatuur te kunnen kopen, nou, zodat dat ik mooie dingen kan te maken. Denk aan een school bouwen in uh, uh, Tanzania, maar bijvoorbeeld, nee, maar dat, dat is campus... dichtbij en ver af. Ik bedoel, ja. iedereen komt altijd met: Ja, als ik genoeg geld heb, dan ga ik dan goede doelen geven. Ja. maar je mag ook dichter bij huis. Dat, oh. als je als je meer geld verdient, kun je. als ik kijk naar ons, wij durven te zeggen dat we een bepaald bedrag willen verdienen of dat we veel geld willen verdienen, omdat dat ook blijkt dat we meer mensen hebben geholpen, die geven ons geld niet zomaar. Nee. He, je moet iets waardevols ervoor terugleveren. En met dat geld kun je weer investeren om nog vettere dingen te maken. Want dat is wat wij als ondernemers doen. Wij maken dingen, we maken deze podcast, we maken online programma's. We maken Jij maakt meditaties. Je hebt, ja. ik weet niet hoeveel, meditaties gratis op YouTube staan in de afgelopen 10 jaar. Die zijn volgens mij iets van 25 miljoen keer beluisterd. Dat zet je dan allemaal gratis op, omdat je ook gewoon waarde wil leveren. Maar dat kan je er niet gratis op zetten als je er eigenlijk je buur mee moet betalen. Want dan stop je er gelijk mee, want dat kost je te veel tijd. Ja. Dat is ook wat geld. Zorgt, zeg maar, dat je die tijd en vrijheid hebt om mooie dingen te maken, ook waar je niet allemaal direct geld voor hoeft te vragen, en dat is zo interessant aan die money mindset. Maar je zegt het net terecht: van ja, kijk, als jouw overtuiging is, ik ben niet goed genoeg, durf je dan te denken dat je veel geld mag verdienen? Want nou, ik dat wil staat wel als heel even iets zeggen, want ik vond het echt een heel lief uh, promotieverhaal, dankjewel. maar ik vind dat wij ook nog steeds iets niet goed doen, Jorg heel veel mensen coaches ook onze business coach ook die zeggen dat wij nog steeds niet een hele goede money mindset hebben want wij vragen te weinig geld. En ik kan gewoon nog steeds ik vind dat dit het allermoeilijkst. Dat zeggen zeg maar als je kijkt vanuit de business zeggen heel veel experts tegen ons, ja, maar jullie vragen zo weinig geld hè. Bijvoorbeeld vandaag gelukkig morgen succesvol is zo'n lang programma zit zoveel waarde in. En wij willen het dan toegankelijk houden voor de massa en dat is wat het zo houdt, maar ik vind, dit vind ik nog steeds blij. Ja, nee, ik, aan... ik ben het niet met je eens. Ik, de, ik ben het gedeeltelijk met je eens. En ik denk dat als je andere producten hebt, uh, dat je daar een hoger bedrag voor kan vragen. Maar bij vandaag, gelukkig Morgen Success, hebben wij volgens mij gezegd. We willen zoveel mogelijk mensen helpen. We hebben een doel om 10.000. Dus het programma Vandaag Gelukkig Morgen Successful zijn we begonnen in 2019. Daar hebben 4000 mensen aan meegedaan. Nu hebben we een heel nieuw programma geschreven. Vandaag Gelukkig Morgen Successful 2. Ja, met, heel verwarrend met dezelfde titel. Met dezelfde titel, <laughs> omdat het zo'n goede titel is. Maar het is eigenlijk een heel nieuw programma. Ja. En daarvan hebben we gezegd: we willen daar 10.000 mensen mee, dat die daaraan meedoen want we krijgen nog steeds mails van mensen die dat eerste programma hebben gedaan die zeggen wow ik ben juist met mijn bedrijf gestopt of ik ben juist begonnen met een heel ander werk of ik durfde eindelijk die kans te wagen om te gaan reizen of nou wat het ook is. En nou, toen we merkten wat voor impact dat programma had, dachten we, oké, okay, maar nu willen we 10.000 mensen bereiken. En we hebben nu gezegd, die prijs houden we zo, zodat we die 10.000 mensen ook kunnen bereiken. Dat we het in de aantallen doen. Ja, maar als je het hebt over Mindful Money, Jorgen, 121 euro. Ik weet gewoon iedereen die meedoet, ik kan het niet garanderen, maar je salaris gaat omhoog, je gaat meer geld aantrekken. Er zijn mensen die zijn verviervoudigd. Denk ik, 121 euro, dat gaat toch nergens over? Nee, maar ja, ik vind ook dat we met dat programma hebben we de, de, de investering eruit gehaald. En dan vind ik ook dat je, dat je dan niet per se de hoofdprijs hoeft te vragen. Het is veel meer waard dan 121 euro. Maar ja, ja ik vind dat ook. Dat, maar goed, dit, ja. is, dit, goed, is, dit ik, zijn de dit dagelijkse is, gesprekken nou ja, die we ik uh, hebben over geld. Dit, dit noemen ze ook pricing yeah. psychology. En dat je als ondernemer, elke ondernemer die begint, die zet Stefan zijn prijs te laag. Zelfs als ze weten dat ze voorheen bij een bedrijf werkte met precies hetzelfde werk en dat ze weten wat er door werd berekend aan de klant, dus 100 euro per uur of 150 euro per uur, als ze dan voor zichzelf beginnen, dan durven ze dat bedrag niet te vragen. En dat is dus het nadeel: dat is een bepaald stukje psychologie. Van ja, er zit ook een soort. Uh, um uh, comfort in minder vragen. Want dan, hè, dan word je ook niet zo snel op afgerekend. Dan heb je ja. wat meer vrijheid. Hoeft het niet. Ik zal eerlijk zijn, vandaag lukt het ik dit nieuwe programma is ook lage prijs. A, omdat we meer mensen willen bereiken, maar ook B, omdat we het net nieuw hebben geïntroduceerd. We doen nu 280 mensen mee. Het is ook een soort test om te zien van... hey, weet je wel, ja, okay. gaat het ook omhoog. Dus, ja. Nou goed, we hebben hier aan de keukentafel <laughs> altijd discussie over. Maar en goed. nu dus weer. Heerlijk. Oké. Okay. Uh, Hoe oh, ja. ben ik opgegroeid met geld? Ja, dat wilde ik nog even vragen in jou. Nou, ik, uh, uh, ik kom uit een uh, gescheiden gezin. en Mijn moeder hertrouwde toen ik twee was met mijn stiefvader. En die had al twee kinderen uit een ander huwelijk. En mijn moeder dus ook. Dus we waren soms met steta, soms met vier kinderen thuis. En... Ik weet wel, ik heb ook niet zoveel gemerkt zoals jij met rondom geld... dat dat er niet was, dat had ik niet door. Maar op een gegeven moment wel later... Nou goed, het is me later ook verteld dat wij gingen op vakantie niet elk jaar. En als we op vakantie gingen, gingen we vaak op vakantie van het geld... wat we nog moesten krijgen van de Belastingdienst. Dus daar werd een beetje rekening mee gehouden van... hey, einde van de zomer of in september krijgen we dit. Dus dan kunnen we nu in juni alvast daarvan wel op vakantie... ook al staat het geld nog niet op de rekening, dat hosselen we wel... En ik, was er dus, ja, ik werd er dus toch wel voor afgeschermd. Maar het was ook wel duidelijk thuis dat je niet zomaar iets koopt. En dat per week kregen we. Nou, hadden we hadden een snoepbak. Dat was Nou goed, dat is ook maar goed ook. Ongeacht hoeveel geld we hadden, dat er beperkt snoep was. Want ik was een behoorlijke snoeperd. Maar ik, ik had wel. Het was wel duidelijk. Weet je, ik hoorde achteraf mijn moeder die zat op zondag bloembollen te pellen... En, uh, en kleding te repareren van andere mensen. om gewoon te zorgen dat we rond konden komen. Dus. Er werd in ieder geval altijd wel gezegd, het is belangrijk om te sparen. En het was heel duidelijk, je geeft je geld niet zomaar uit. Daar doe je even goed over nadenken. Nou, dat heb je echt niet meegenomen. Nou, je wat er is, Leven. nou, dat is niet waar. Wat er is veranderd daarin... Kijk, ik kreeg altijd mee, je moet sparen. Maar uh, ik had nooit een doel om te sparen. Dus ik dacht, ja, waarvoor moet ik sparen? En wat ik ja. veel belangrijker vond, en dat was omdat ik heel veel vaak ben verhuisd vroeger. Ik was niet heel populair. En ik ging met moeite naar de MAVO. En um, op de een of andere manier is in mijn hoofd geslopen... dat ik moest laten zien dat ik succesvol was of zo. Omdat ik eigenlijk zou ik LBO-advies krijgen. En ik kon niks met mijn handen, dacht ik toen. Dat is een hele andere mindset. Dat heb ik ook gefixt, maar dat dacht ik toen. En ik dacht, ja, en ik mag ook niks met mijn brein... want ik moet naar VMBO 1, heet dat nu, LBO. Dus ik heb heel hard moeten werken om naar de MAVO te gaan. En ik wilde op een of andere manier laten zien dat ik succesvol was. En voor mij was dat door middel van uiterlijk vertoon. Door middel van dure kleding en, en, en nou, dat soort dingen. En dat zorgde er eigenlijk voor ook toen ik later naar het HBO ging, ging we weer verhuizen. kwam ik in een stad te wonen waar ik niemand kende. Dus zat ik alleen maar binnen, ging alleen maar DVDs kopen. maar ik deed dat allemaal met geld wat ik helemaal nog niet had. want toen in één keer was er een studiebeurs kon je maximaal bijlenen. hoppa! en creditcards had ik in één keer uitgevonden. nou ik had ze niet uitgevonden. ik had uitgevonden dat je ze kon aanvragen en dat daar niet een hele belangrijke strenge check op was. dus ja, ik had dus gewoon 80.000 euro schuld. toen ik net begon met mijn serieuze eerste baan op mijn 25ste, toen had ik bij 60.000 euro bij de duo en 20.000 euro op mijn creditcards. En daar zat dus een overtuiging onder: van ik ben niet goed genoeg. Of misschien ook gewoon een drang om te laten zien dat ik wel goed genoeg was. Maar voordat ik het succes had, was ik het al aan het laten zien. En dat, is, ja, dat, is, dat gaat natuurlijk wel scheef lopen. Je zou kunnen zeggen dat je dan heel goed aan het manifesteren bent. Want je bent er al, je hebt het ja. gevoel al voor. Je bent alleen je gelooft het natuurlijk niet. Nou ja, en dan, dat klopt. Ja, nee, ja. je bent niet goed aan het manifesteren als je 80.000 nee. euro schuld maakt. Nee, je snapt het niet. Kijk, vanuit het manifesteren zeg je, doe alsof je het al zo hebt. Dus jij... Sommige mensen gaan dan iets duurdere dingen kopen... gaan bepaalde outfits kopen en ja. hier, herprogrammeren zichzelf ermee. Alleen jij hebt dat ene stukje vergeten... Nee. waarbij je ook dat meer ging geloven. Nee, nee, nee maar ik ben het ook niet helemaal mee eens. Als je wilt doen alsof je het al hebt... en dat is een heel belangrijke strategie, hè, identiteit inzetten... dan zou je gaan kijken naar rijke mensen en hoe zijn zij rijk geworden. En hoe zij rijk zijn geworden is dat ze dus niet al hun geld uitgeven... maar nee. heel slim gaan kijken naar... ik zet zoveel procent weg, zoveel procent investeer ik... en zoveel procent geef ik uit. Dus ik heb eigenlijk drie potjes... Dus die hebben een systeem om om te gaan met geld. Mijn systeem om om te gaan met geld was als al mijn kosten zijn betaald, dan kan ik de rest uitgeven. En dat is ook een systeem rondom geld. Maar dat is niet wat de identiteit van een vermogend iemand was. Dus ik heb helemaal niet goed gemanifesteerd. Ik heb helemaal niet, ben helemaal niet goed omgegaan met die identiteit. Want als ik erin was gedoken, dan had ik een andere strategie gehad. Dan had ik echt een goed systeem gehad. Nu was het gewoon fake it till you make it. En dat, dat kan me ja. duur te staan. Gelukkig zijn al die schulden afbetaald. Ik zeg niet dat je goed bezig was hoor. Ik zeg dat nee, alleen maar, maar, maar nou ja, je goed, je zegt van je hebt goed gemanifesteerd. Maar eigenlijk niet. Nee, -verkeerde dat verkeerde ik niet. Ik zeg dat je heel veel mensen die willen meer geld. Hè, dat zie je nu toch ook op Instagram. Dan gaan ze naar Parijs en dan trekken ze dure kleren aan. En dan doen ze heel erg alsof ze al heel veel geld hebben. En dan. Uh, um, dan hoop ik dan dat ze gaan geloven dat ze meer vermogend zijn. Ja, daar zit dat wel wat had in. Gekund, dat, dat had maar gekund, maar dat is, uh, is het niet goed. Ik worden. denk dat een van de overtuigingen die ik destijds had... was ik ben gewoon niet goed genoeg. Want ik doe van alles een beetje. Want ik heb ADD en ik all over the place. Dus ik heb het idee dat ik nooit ergens in één ding goed ben... maar ik doe van alles een beetje. En daardoor had ik ook gewoon niet, niet bedacht dat ik rijk kon zijn. Dat ik niet succesvol kon zijn. Want de voorbeelden ook van ondernemers om me heen... dat waren mensen die waren goed in één ding... hadden een hyperfocus erop... En ik dacht ja, als je echt rijk wil worden als ondernemer of als je heel succesvol wil zijn, moet je in één ding heel goed zijn. En ik ben dat niet. Ik ben meer een jack of all trades. Ja. En dat, volgens mij, komt de reden dat wij geld willen verdienen nu binnengewandeld onze kinderen, dat we <laughs> dus, daar graag goed voor zorgen. Dat is nadeel van thuis de podcast een, opnemen, ja. maar we vonden het wel zo gezellig om het lekker thuis te blijven doen. Goed. Nou, goed. Ik denk. Ik even, wacht even. Ondertussen heb ik even een boek gekregen van mijn kind die net thuis is gekomen. Maar we gaan gewoon weer verder. Waar waren we? Nou, wat ik wilde zeggen is. Als ik kijk naar die periodes, de overtuiging die ik. Een van de overtuigingen, ik had er een aantal rondom geld, maar een van de overtuigingen was: je moet keihard werken voor je geld. En uh, ook al heb ik keihard geleend voor mijn geld, heb ik daarna keihard gewerkt voor mijn geld om die schulden allemaal terug te betalen en er goed uit te komen. Dat is gelukt. Maar helaas is die overtuiging in het begin. gaf het me heel veel succes. Want hoe harder ik werkte, hoe meer geld ik verdiende, hoe meer promoties ik maakte, hoe beter ik wel toch werd in mijn werk. Maar uiteindelijk werd het een beperkende overtuiging, omdat. Uh, ik alleen nog maar dacht dat je alleen maar keihard moet werken en dat je keihard moet grinden en dat je moet zoegen en dat het pijn moet doen. En alleen dan is het, het waard. Alleen dan mag je het verdienen. Ja. En zo kwam ik drie keer bijna in een burn-out terecht. Dus ik moest die overtuiging, die zo hardnekkig was geworden, omdat het me in het begin van mijn carrière heel veel geld heeft opgeleverd... En heel veel succes, zou je kunnen zeggen. Als geld een maatstaf is voor succes, kwam ik er later achter van ja, maar dit is niet duurzaam. Zo kan ik niet nog 30 jaar doorgaan met werken. Want dan, dan land ik drie keer in een burn-out of ga ik dood. Dus. Ik moet dat veranderen. En dat is wanneer ik ook echt begon met die mindset om geld. Plus, uh, ik, op momenten, en dat heb jij nog steeds wel, als jij even niks doet, en dat heb ik trouwens ook, dan kan je het gevoel hebben dat je spijbelt. Dat, dat dan klopt er iets niet klopt als je gewoon eventjes, even niks aan het doen bent. Even niet hard aan het werken bent. Toch? Mm -hmm. dat, je dat voelt dan ongemakkelijk. Nee, want dan dat ben is dat. Als je, je niet hard bent. Als je niet voor hard voor hebt gezocht, dus er komen ook allemaal nieuwe beperkende overtuigingen uh, over uit. Bijvoorbeeld, je mag niet makkelijk je geld verdienen. En dat mag sowieso niet in Nederland. Hè? Nee, je, nee. makkelijk geld verdienen mag niet. We moeten er allemaal hard voor werken. We ja, zijn natuurlijk een arbeidersvolk. Ja. En daar zijn we ook heel trots op. Alleen dat zorgt er ook voor dat we, ja, dat we dat we het misschien soms wel moeilijker en complexer maken. Omdat we altijd denken van ja, als je er niet keihard voor hebt gel geleden, zeg maar, dan, dan mag je het ook niet hebben. En dat, dat houdt je ook gewoon tegen. Terwijl ook gewoon een gedeelte van je geld voor zich zelf zou kunnen werken als je het investeert. Weet je, het is eigenlijk ook wel heel mooi als je nu luistert... of, of kijkt, hè, dat kan ook op YouTube... dat je voor jezelf is bepaald als je nou een zinnetje voor je ziet... of opschrijft in je notebook. Rijk zijn betekent. En wat is dan, wat is dan de definitie of rijke mensen zijn? Dat is eigenlijk nog betere. Hoe zie jij rijke mensen? Hoe doen die? Want... Um, heel veel mensen die denken ook bij rijke mensen aan, dat zijn asociale of egoïstische mensen, denken alleen maar aan zichzelf. En als dat je overtuiging is over geld, of inderdaad, je moet heel hard werken. Of ik heb ook de overtuiging gehad: als ik meer geld verdien, betekent het dat ik harder werk en dat ik dat niet aan kan. Dus ik kan maar beter niet meer geld willen verdienen. Maar dat je voor jezelf eens gaat nadenken als je dit hoort: wat betekent het nou eigenlijk voor jou? En heb jij misschien wel negatieve gevoelens bij geld of geld hebben. Want dat, daar in de basis zit er al iets over... of je het jezelf waard vindt om meer geld te mogen... en of je überhaupt dat jezelf zou toestaan. Nou, eigenlijk, het is een hele mooie opdracht die je nu geeft. Eigenlijk ontdek je dan, denk ik, je eerste overtuiging over geld. Ja. Over geld en rijk zijn en vermogen. Ja, dat denk ik. Hey, ik wilde nog heel graag dit boek er even bij halen... want um, als jij het goed vindt... Ja. Oh, sorry. Uh, want dit gaat namelijk over de acht vormen van rijkdom die we niet op school leren. En um, ik wil ze eigenlijk wel heel graag erbij halen, want ik vond het heel inspirerend om hier weer even dit ook als een reminder te zien om erover na te denken. De eerste is groei, de dagelijkse gewoonte van zelfverbetering. Deze gewoonte is gebaseerd op het inzicht dat mensen het gelukkigst en echt het rijkst zijn wanneer ze gestaag werken aan het verwezenlijken van hun unieke gaven en oertalenten. Dus regelmatig werken aan persoonlijke groei is een van de waardevolste dingen die je voor jezelf kunt doen. Nou, dat, daar hoeven we verder niks over te zeggen denk ik, want daar zijn we helemaal mee eens. Welzijn is de gewoonte om je gezondheid gestaag te optimaliseren. Deze gewoonte is gebaseerd op jouw diepgaande besef dat optimale mentale, emotionele, fysieke en spirituele vitaliteit kan leiden tot een heel lang leven vol energie en vol lol en dat is toch echt de basis voor je missie om rijk te zijn. Nou, deze vond ik ook zo mooi en voor mij ook weer zo'n reminder. Drie familie. De gewoonte van een gelukkig gezin of een gelukkig leven. Materieel succes is niks waard als je helemaal alleen bent. Dat vertelt die Sharma ook. Dus verrijk de verbindingen met je dierbaren en vul je leven met fantastische vrienden die je geluk nog verder vergroten, want dat is ook rijkdom hè? het hebben van vrienden en het delen van die mooie, mooie momenten. Nou, dan gaat het over werk. Deze gewoonte, of ja, hij noemt het allemaal gewoontes, maar de gewoonte van werk als platform voor zingeving. Ontstaat door consistent te proberen je werk te zien als een eervolle invulling van je tijd en een kans om niet alleen meer te halen uit je genialiteit, maar ook van de om van de wereld een betere plek te maken. Vakmanschap is een valuta die de investering meer dan waard is. Dit is voor mij altijd een goede termijn om te mogen investeren in ons bedrijf, in nieuwe cursussen, et cetera. Want ik ben echt een cursuskoper, maar ik word er ook echt heel blij en gelukkig van, van die meer kennis krijgen. Nou, dan heb je natuurlijk de gewoonte van geld. En dat betekent dat het niet slecht is, maar zelfs noodzakelijk om veel geld te kunnen verdienen, omdat je daar dat gewoon nodig hebt voor, um, om de dingen te kopen die echt belangrijk zijn voor jou. Dan is er gemeenschap, we zijn er bijna. De gewoonte dat jij je sociale netwerk wordt. Deze gewoonte is opgebouwd rondom het wetenschappelijke feit dat alles wat een mens denkt, voelt, doet en produceert, ten diepste wordt beïnvloed door associaties, gesprekken en mentoren. Dus vind geweldige mensen in je leven die jou meer um, ja, rijkdom kunnen geven in de vorm van hulp, in de vorm van kennis. Nou, dan heb je nog avontuur, die lijkt me heel logisch. Hè? Dat gaat over magische momenten vinden, over lol zoeken. Over um, ook echt bewust op zoek gaan naar lol en plezier. En dan is de laatste gewoonte, is de gewoonte om behulpzaam te zijn. Omdat het leven kort is. En deze gewoonte is gebaseerd op het door de tijd beproefde besef... dat het belangrijkste doel van een rijk geleefd leven... eruit bestaat het leven van anderen mooier te maken... Als je helemaal opgaat in een zaak die groter is dan jijzelf, dan zal je niet alleen je beste zelf vinden, maar aldoende ook de wereld verlichten. Nou, dat Vind ik echt super mooi om daar om bij al die punten gewoon eens even stil te staan. Van hey, doe ik dat wel? Want we zijn altijd heel erg met dat stuk geld bezig. En met groei zijn we bezig en met um, uh, gezondheid. Maar wat, weet je wel, echt kunnen bijdragen. Echt, echt even nadenken. Oké, okay, wat doe ik nou eigenlijk voor anderen? Dat is toch wel iets wat je. Ook heel veel plezier kan opleveren. En ook om dat bewust weer even aan te zetten in jezelf. Vind ja. ik. Ja. Dit, zijn, dit gaat veel verder dan geld. En dat, we hebben het, dit is rijkdom. Ja, dit is rijkdom. En dat ja. is dus welvaart. Dus, ja, welvaart. En, en eigenlijk is dit ook weer gewoon. aan het begin zei dat ook geld. streef je in principe niet na voor geld alleen. maar wat je ermee kan doen en het gevoel wat je oplevert. Ja. Dat is denk ik ook. Nou, misschien is dat wel een beetje richting een conclusie van deze podcast. Als je kijkt naar. De basis is hoe ben je opgegroeid met geld? Hoe denk je daarover? Wat zijn je emoties over? Dat is je geldmindset, dat bepaalt hoe je er mee omgaat en of je het veel hebt of niet. Ja, hoe krampachtig of hoe ontspannend ben je ermee? Ben je neutraal of ben je angstig? Zit er schuld onder? Ja, en dan uh, als je het dan hebt over geld verdienen en rijk zijn, wat betekent dat dan voor je? Want dat is niet per se dat geld aan zich, het is wat je ermee kan doen. En dat zijn eigenlijk ook die acht pijlers. Je kan het. Stoppen in je familie, je kan het investeren in de community om je heen, maar je kan het ook investeren in jezelf door gereedschap aan te schaffen, zoals een online programma in jouw geval. En dat is ook heel interessant, er zit dus een, een gevoel ook achter, een emotie. Wat is dat voor jou, is dan altijd de vraag. En dat is dus wat je op je vision board of in je notebook wil opschrijven. Niet het doel van ik wil 2000 euro omhoog in mijn salaris, maar ik wil uh, een caravan kunnen kopen of ik wil uh, vier keer per jaar op vakantie kunnen gaan. Dat is dan je doel bijvoorbeeld. Ja, of juist minder ja. werken. Ja, ja. Ja, um, ja en dat het, het, het uiteindelijk zijn het, we zijn gewoon uh, mensen die worden voortgedreven door emotie. Dus het, het biedt ons vrijheid, het biedt ons geluk, het biedt ons veiligheid. Dat, dat zijn emoties die ervoor zorgen dat we ergens achteraan gaan. Ja, en de conclusie is dan ook wel dat je niet te veel moet kijken naar de mensen om je heen, want dat vergelijken zit dus in ons. Maar wees ook echt tevreden met waar je nu bent en blijf in die dankbare. Frequentie van wat heb jij en, en focus je ook vooral daarop. Dus niet altijd maar meer willen en anders willen in de toekomst, maar dat is weer echt Sunny natuurlijk: maar ben ook in het nu aanwezig, want als je hier en nu aanwezig bent, dan ben je gelukkig, dan ervaar je innerlijke vrede en dan. Trek je het vanuit daar grappig genoeg ook weer naar je toe. Ja. Maar die tevredenheid. dat uh, ja, Je wil wel is kijken belangrijk. naar je omgeving, maar je wil je niet, niet zelf te veel vergelijken met je omgeving. Maar het is wel interessant om te zien waar de, waar, de, waar de mensheid nu naartoe gaat. Want ik kwam iemand op Instagram die had een filmpje zei rond 2030. Uh, ik denk dat hij gewoon een random getal nam. Maar over zes jaar is welvaart niet zozeer het symbool van welvaart, is niet zozeer waarschijnlijk een Rolex. Maar je fysieke gezondheid. Omdat we allemaal al echt flink wat jaren zittend ons werk doen. Heel veel mensen. En dat we consequent te weinig bewegen. En dat er steeds meer ja, voedsel en, en weet ik wat binnenkrijgen. Ook uh, microplastics en dat soort dingen. Dat onze gezondheid op een gegeven moment een statussymbool wordt. Ja. En dat, dat je daar je geld aan in wil investeren. Om gezond te blijven. Om oh. fit te blijven. Um, Interessant. Goed, ja, dus, dus, dus er komt een moment dat die Rolex helemaal niks meer waard is, maar dat juist een gezond lichaam heel veel waard is. En dat is dat het eigenlijk nu al heel veel waard, natuurlijk. Of? Dat is het allerbelangrijkste. Maar goed. goed, daar staan we vaak niet bij. Stil als status symbool. We zijn op het einde aangekomen. Ik zeg het nog een keer: als je een van deze boeken wil winnen, laat dan even een reactie achter in de comments waarom jij meer welvaart, meer geld in jouw leven zou verwelkomen. En um, wil je meedoen met Mindful Money. Onze cursus die gaat heel erg over mindset, gaat heel erg over overtuigingen. En een stuk over de wet van aantrekking en hoe je energie voor je kan laten werken om meer geld aan te trekken. Dan hebben we nu een tijdelijke kortingsactie van twee weken. En dat staat allemaal in de beschrijving van deze video of podcast. Dank je wel voor het uh, luisteren. Doe ook, geef ons, rate ons ook even. Want dat vergeten wij nog wel eens te zeggen. Dat, ze, dat kan ja, hè, raten. Stellen, of vier sterren. En dan of drie bereiken we weer meer mensen. Oh, kijk. Dan krijg je oh wow! Oh, <laughs> ik moet vaker mijn duim omhoog doen, want ik krijg je vuurwerk. Ja, nou Top. volgens mij zei je rate of zo. Nou, dat goed. zit automatisch in de software waar we ja. het in ontnemen. Anywho. Ja. <laughs> Geef ja. ons, als je dit een waardevolle podcast vindt, laat even een comment achter. Ook als je een boek wil winnen. En geef ons een duimpje omhoog. Ja, of want stennen. daar support je ons dus ook mee. Ja, dat is lief ook liefde te geven, is dat eigenlijk. Dat is ook overvloed. Oh, ja, dat is ook overvloed. Dankjewel, lieve mensen. Ciao, ciao. ciao.